Ja, dat vind ik heel goed, want roken is natuurlijk niet gezond. Maar ik zou het niet totaal willen verbieden. En hem probeer ik te laten stoppen. We staan hier vandaag op Heenvliet, waar Voorneputten spreekt. Aanstaande woensdag 31 mei is het Wereld Niet Roken Dag. Wij zijn benieuwd, hoe kijken de voorbijgangers hier tegenaan? Ja, dat vind ik heel goed, want roken is natuurlijk niet gezond. Dus wat dat betreft is dat een heel goed item om te promoten. Tuurlijk. Uiteraard voor het milieu, zegt dat spreekt voor zich. Maar niet voor de belastinggeld. Er is altijd één keer de dupe ervan. En dat betalen we toch allemaal zelf dadelijk. Nou, ik heb heel lang gerookt. Maar sinds een jaar of 12 niet meer. Dus ja, weet je, ik vind het voor de jeugd en mijn kleinkinderen beter om gewoon niet te roken. Maar ik zou het niet totaal willen verbieden. Ik denk dat het wel slim is als je niet rookt, inderdaad. Want ik heb er wel ervaringen mee dat het lastig is om er vanaf te blijven. Laten we het daar maar op houden. Manage. Dus goed, toch? Als je niet rookt. Ja, ik vind het echt... Ja, hoe moet ik ervan zeggen? Ik ben geen prater. Nee. Nee. Nee, ik ga niet voorop in de strijd lopen om dat mensen willen roken. Ik vind de jeugd, moeten we een beetje proberen te behoeden voor te gaan roken. Maar ieder ander volwassen mens, die moet zelf dat besluit kunnen nemen om wel of niet te roken. Dat vind ik. Ik denk dat niemand van mijn leeftijd hier gehoor aan gaat geven, maar ik denk ook de ouderen niet. Ik denk niet dat er iets meer gaat gebeuren. Verslaafd is verslaafd, dus. Wereld niet roken, ja. Ik ben al 2 jaar gestopt. En hem probeer ik te laten stoppen. Maar verder doen wij daar eigenlijk niks aan. Nee. Ik denk het niet voorlopig. Voorlopig is het lastig om te stoppen, vind ik. Dus. Ja, ik rook al niet meer, dus ik ben al heel lang gestopt. 25 jaar geleden en daar ben ik heel blij om. Dus het is wel goed om ermee te stoppen. Heel goed. Heel goed. Slecht voor je, hè, roken. Dus. Ik heb wel gerookt, maar ik ga het niet meer doen ook. Nee, ik denk niet dat het veel uit zou maken, nee. Ik bedoel, je kan heel veel van dat soort dagen organiseren, maar ik denk niet dat dat voor mensen die roken of drinken of suikerspinnen eten wat uitmaakt. Dat vind ik echt geweldig. Ik rook als een schoorsteen. Ja. Ja, dat zal ik blijven doen ook. Ja, sorry. En u? Nou, mij boeit het niet. Ik rook niet. En ieder zijn meug. Laat ze maar lekker roken. Als meneer een sigaretje hierop steekt, dan ga ik niet lopen zeuren. Nou, het is eigenlijk zo. Ik rook af en toe nog een normaal sigaretje. Maar merendeels rook ik één sigaret. Maar die was ik vergeten. Dus ik heb toevallig net een sigaret gebied. Ik probeer al een hele tijd te stoppen, maar het blijft moeilijk. Ja. Dus ik hoop het ooit nog wel weer een keertje te kunnen doen. Ik ben een aantal jaar geleden al een paar jaar gestopt. Maar toen door stress weer begonnen eigenlijk. Want het is allemaal voor de schatkist. Ja? Want als we allemaal stoppen met roken, dan moeten we de drollen opvangen. En die moeten we wegen. En dan kunnen we belasting voor betalen. Ja, dus... Ik hoop het. Ik hoop dat mensen het wel gaan doen ook. Want het is gewoon, net zoals als ik dan hier kijk ook, hè, met kinderen in Duitsland. Ik heb vroeger in Duitsland gewoond. En ja, daar mag je gewoon al niet meer op speciale plaatsen. Of tenminste, daar mag je alleen maar op speciale plaatsen roken. Hè. Ook niet meer op speelplaatsen en dergelijke. Dus dat was toen eigenlijk een motivatie. Dus ik hoop dat het gewoon ook hier ingevoerd gaat worden.